vandaag heb ik weer een shoplog voor jullie. Ik heb vooral schoenen gekocht en een nieuw jasje voor de zomer. En dat wil ik graag aan jullie laten zien. Om te beginnen, dit vest heb ik laatst gekocht bij de Pieces, geloof ik. En ja, ik had echt zo'n ding wat ik dan los heb gekocht en eigenlijk nooit heb laten zien of zo. En laatst dacht ik aan dat eigenlijk alles wat ik koop laat ik aan jullie zien. Alles. Dus dit komt even in deze shoplog voor. Dit is een vest. En hij is gewoon heel erg lekker voor deze lente zomer om gewoon als soort van jasvestachtig te dragen. En lichte kleur, daar hou ik van. Gisteren ben ik in Scheveningen geweest met mijn vriend samen, omdat we 10 jaar hadden. En daar heb ik een klein beetje gewinkeld. Ik ben naar de winkel gegaan en die heet Ticento, geloof ik. Net als het sieradenmerk. En dat is echt een hele vette winkel. Daar hebben ze altijd ja, leuke dingetjes. En daar kocht ik als eerst deze schoenen van Nikki. Later bleek dat de collectie van Nikki Plessen te zijn. En dit zijn een soort slippertjes slash sandaaltjes. En ik vond ze heel erg mooi. Want ik draag eigenlijk alleen maar Havaianas in de zomer. Maar soms, weet je, Havaianas slippers kunnen ook niet altijd. Weet je, het is niet, soms is het gewoon niet netjes om in je slippers binnen te komen. En dan zoek ik nette, ja, wat chicere slippertjes. En ik vond deze netjes en chic. En dit zijn ze. Ze zijn zilver en ik zal ze even close-up laten zien. Er zit een soort ja, kettingje omheen. Ze zijn heel erg mooi. Ze waren €99. En ik vond ze wel wat prijzig. Maar ja, weet je, zulke schoenen komen altijd van pas. En ja, je kan er de hele zomer op lopen. Het is niet net als hakken, weet je. Die kan je niet... Althans, ik kan niet elke dag de hele dag op hakken lopen. Maar op zoiets dus wel. Dan zocht ik eigenlijk al een tijdje een goede lente slash zomerjas. In de zomer draag ik meestal een vest of geen jas. Maar bijvoorbeeld in de lente iets wat er tussenin zit. En ik ben goed geslaagd. Ik heb een leren jas gekocht. Voor het eerst een echt leren jasje van Goosecraft. Een Biker 048. In deze mooie ja, peachy kleur. Ik vond hem wel serieus prijzig. Hij is €299. Echt, ik ben heel erg over na om te denken. Maar... weet je, het is een leren jas. Leren jassen zijn nou eenmaal duur. Maar dan heb je ook echt een leren jas die je lang kan blijven dragen. Dus voor mij was dit zeker zeg maar een heftige aankoop. En Gregor was helemaal van, ik ben trots op je. Want hij is meer van het, je mag wel wat meer uitgeven. Dan heb je een paar goede stukken en die draag je dan lang. Maar ik ben meer van het, ah, lekker goedkoop. En weet je, wat meer. En een jasje van Primark en dat soort dingen. Maar goed, ik heb nu dus voor het eerst echt een, ja, mooiere jas. Ik zal hem even aantrekken. Dit is hoe die eruit ziet. Rondom. Even een rondje op mijn knieën. En ik vind hem gewoon echt heel erg mooi. En ja, mooi model. Ik ben er heel erg blij mee. Dus dit is zeg maar mijn nieuwe jas. Dan ging ik eigenlijk naar de Van Haren voor een spray voor mijn leren jas. Want je moet ze dus insprayen. En ik heb daar echt geen verstand van. En ze zeiden van ja, bij de Van Haren heb je van die sprays voor schoenen. En dat kan je daar ook voor gebruiken. Dus ik ging erheen voor spray. Maar ik kwam terug met 4 paar schoenen. Als eerste deze ballerina's, mintblauw met een metallic neus en een strikje erop. Basic zwarte leren ballerina's, die haal ik altijd bij de Van Haren. Ik denk dat ik 1 keer per jaar voor een nieuw paar ga. Gewoon omdat ik ze zoveel draag dat ze helemaal uit elkaar vallen. Ja, ze hebben volgens mij echt al 10 jaar dezelfde ballerina's in hun collectie. Ze zijn lekker betaalbaar en ze lopen goed. Dan deze zwarte met deze metallic neus. Een beetje grijs van dat bullet gray metallic ballerina's weer. En tenslotte deze lichtroze met rozegouden neus en ook achterkantje. En die heb ik vandaag al aangehad. Die vind ik echt ook heel mooi. En wat ik daar ook heb gekocht, dat is al uit de verpakking. Dat zijn deze zooltjes die hierin zitten. Super slim man. Dit zijn zooltjes die je in de was kan doen. Ik weet niet of dat raar is dat ik dat nu pas ontdek. Maar voor ballerina's is dat echt handig. Want ik gooi mijn ballerina's over het algemeen weg omdat ze uit elkaar vallen of... omdat ze gewoon super stinken. Ik bedoel, je bent er altijd met je blote voeten in. En zeker in de zomer. En zweet. Dus ja, ik ga gewoon deze zooltjes gebruiken. En die kan je dan gewoon elke keer in de was gooien. En dan ja, scheelt dat weer. Gaan je schoenen weer niet stinken. Leerspray, hetgene waar ik voor kwam. En omdat ik meer dan €40 had uitgegeven aan die schoentjes, mocht ik een tasje uitkiezen. Er zat niet heel veel soeps bij, om heel eerlijk te zijn. Maar ik ben maar voor deze gegaan. Ik dacht dat matcht grappig met deze schoentjes voor, weet ik veel, uitgaan of zo. I don't know. De ballerina's die waren allemaal €16,90 en die echt leren ballerina's €24,90 en die spray was €9,95. En dat is alles wat ik heb gekocht. Ik hoop dat je het een beetje interessant vond. Het waren eigenlijk vooral schoenen. Maar ja, weet je, nu heb ik wel voor deze zomer genoeg platte schoenen die ik kan dragen. Wacht, heb ik ze nou allemaal? Ja, ik heb nu
dit heb ik nu gehaald. En ja, daar kom ik de zomer wel mee door. En dan ook nog met de Havaianas. En ook mijn jasje. En ja, nou dat was het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Bedankt voor het kijken. En tot snel. Doei!